Als ik net al eventjes aangaf aan het begin van dit event, heb ik mogelijk niet de tijd om aan alle vragen toe te komen. De ervaring vanuit het vorige event leert ons dat er heel veel vragen waren. Uh, vanavond is dat niet anders. Ze blijven ook binnenkomen. Uh, dus weet dat het niets persoonlijk is als we niet aan jouw vraag toekomen. Zoals ik ook al aan heb gegeven, is dat er in de vragen vooraf eh, best wel wat vragen voorbij kwamen. Die gingen over het thema van het vorige event. En dat ging dus over hoe geef je je profiel weer? Hoe zorg ik er nou voor dat ik opval? En ook hoe kan ik dat vertrouwen in de liefde vasthouden? Speciaal voor jullie voor degene die het niet heeft kunnen zien, maar die nu wel zoiets hebben, Hé, hey, dat wil ik ook graag uh, gaan bekijken. Is het andere event, dus beschikbaar voor jullie op de website van Lexa. Tot zondag 5 december. Dus zondag 5 december. Dus wil je dat nou nog kijken, heb je nou nog vragen? Ga daar dan vooral even heen. Um, toch ga ik een paar vragen beantwoorden zodat jullie niet helemaal met een onverzadigd gevoel uh, hier uh, vanavond weggaan. Uh, maar eerst is er een vraag die ik heel graag even wat aandacht wil geven. En dat is namelijk de vraag van een van de members waarvan ik absoluut hoop dat hij vanavond ook kijkt en dat hij dit dus hoort. Want die stuurde namelijk een vraag per video. En in die video um, beschreef hij namelijk dat het maken van foto's. Gewoon niet zijn sterkste kant is. Dat je hem niet ziet zoals dat hij is in het, in, het, nou ja, in het echte contact. En dat hij dat best wel lastig vindt. En het mooie was dat ik de video keek. Dus ik hoop dat je dit eventjes nu hoort. En dat dat ook een stukje vertrouwen geeft. De video straalde rust uit. Vriendelijkheid. Helemaal niks om je voor te schamen. Of om je zorgen over te maken. En ik denk dat er heel veel members zijn die op zoek zijn naar iemand zoals jij. Nou, wat je dan natuurlijk kan proberen is op het moment dat je met iemand in gesprek bent um, te videobellen, dat kan natuurlijk via Alexa. En op het moment dat je net even wat verder in het contact bent en je hebt elkaars contactgegevens, um, stuur dan zo'n video als dat jij nu hebt gedaan. Want dat zegt zo ontzettend veel. En ik denk dat dat iets is waar best wel veel mensen tegenaan lopen. Dat ze um, nou ja, dat, dat foto's maken, dat moet ook wel iets zijn wat je, wat je ligt en wat je, wat je kan. Uh, er moet maar net iemand zijn die er in de buurt is om een goede foto te maken. En als je dan een video kan maken waarop jij beter tot je recht komt. Nou probeer daar dan in ieder geval meer van jezelf te laten zien. Hey, en dan gaan we even naar een aantal vragen die, uh, die wat betrekking hebben dus op het thema's van vorige keer. Voordat we gaan naar de vragen die uh, eigenlijk meer tot z'n recht komen met het onderwerp van vandaag. En dat is namelijk, uh, de eerste is van uh, Dali. Die zegt, ik ben een man van 56 jaar en al 21 jaar single. Wie wil er nou daten met een man die al zo lang single is? Ze denken allemaal dat er iets mis is met mij. Nou Ergens maakt het me wel een beetje verdrietig om dit te lezen. Want er is niks mis met je. Er is met niemand is iets mis. Ik denk alleen dat op het moment dat jij zelf daarin gaat geloven, dat je dat ook gaat uitstralen. En dat op het moment dat er misschien wel iemand is in wie jij interesse hebt, dat je misschien ook wel denkt dat de ander geen interesse in jou zal hebben. Dus dat je daarin ook geremd wordt in het contact opnemen. Dat je dus, en binnen de psychologie noemen we dat een beetje een self-fulfilling prophecy: is dat je je dus gaat gedragen op een manier. waardoor jouw eigen verwachtingen al uitkomen. Dus dat je in het contact misschien onhandig wordt, niet lekker dat gesprek gaande kan houden. Dus ik zou er zeker wel het vertrouwen in blijven hebben: dat er iemand voor jou is, dat de liefde op jou wacht. Echt waar. Absoluut, ik zou niet weten waarom niet. Maar je moet er zelf ook in geloven. En daarin is wellicht het andere uh, event een goede om even terug te kijken. Omdat dat ook wel heel erg ging over het, het toch wel dat vasthouden van het vertrouwen in de liefde. Op het moment dat het nog niet is gelukt. Rol vraagt: kun je me ook vertellen wat mijn profieltekst succesvoller maakt? Daarbij is het belangrijk dat uh, je authentiek bent, dat het over jou gaat, dat het iets zegt over jou en wat onderscheidend is van anderen. En daarmee hoef je niet te gaan schreeuwen dat je de beste en de leukste bent. Nee, maar als je nou gewoon kijkt naar jouzelf als persoon, wat, wat onderscheidt jou? Nou, van anderen. Waarom denk jij nou dat jij voor iemand de geschikte partner bent? Wat zijn de eigenschappen die je hebt? Wat zijn de hobby's die je hebt? Is er een leuke ervaring? Zorg ervoor dat jouw profiel zich onderscheidt van een ander. En ik denk dat als het gaat over succesvoller maken, ik denk dat het succes hem dus zit in het authentiek maken. Zorgen dat het om jou gaat zorgen, dat jij daar als beschrijving in staat. En als je dit nou lastig vindt om zelf te doen, vraag het dan aan iemand in jouw omgeving of die jou wil helpen. Want vaak vinden we het ook lastig om onszelf bepaalde eigenschappen toe te eigenen en over onszelf te zeggen. En dan kan het dus heel erg helpen om dat eventjes van een ander te horen te krijgen. En sowieso zien anderen natuurlijk veel meer en hele andere dingen van ons dan dat we dat zelf zien. Dus het gaat om authenticiteit, oprechtheid en um, laat even iemand anders meekijken. Dan komt DESRO. Hoe ontwijk ik negatieve stereotypering aan de hand van foto's? Oftewel, hoe geef ik een scherpe impressie aan mijn profielbekijkster? Nou, wellicht. Slaat dat ook wel een beetje op de vorige. Alleen, hè, de vorige vraag van Rolf ging heel erg over de tekst. Dit gaat meer over de foto's. Zorg ervoor dat het een, 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 die foto's een divers beeld van jou geven. Trap niet in de valkuil van het plaatsen van groepfoto's. Trap niet in de valkuil van het plaatsen van foto's met hele grote vissen die je gevangen hebt of met een blote borst. Ik denk dat dat de belangrijkste drie zijn um, waarbij vrouwen het gewoon lastig vinden om een indruk te krijgen van wie jij nou bent. Probeer foto's te plaatsen die echt wat over jou zeggen, die hopelijk ook wat over de veelzijdigheid van jou zeggen. Maar daarbij ook vraag iemand om mee te kijken, want we kunnen daarin zo ontzettend negatief zijn over onszelf. En de manier waarop we op een foto staan. Terwijl dat misschien dus wel is hoe een ander ons ziet. En waar dat de ander ziet dat dat is wat we uitstralen. Of dat, dat iemand anders daar heel erg blij van wordt. Dus ook daar weer probeer te gaan voor die authenticiteit. Voor de diversiteit. Doe niet wat anderen doen. En vermijd de roepsfoto's, de ontblote bovenlijven en de gevangen vis. En... Vraag een ander, iemand die jou kent, of jij een beetje tot je recht komt binnen de foto's die jij op jouw profiel zet. Joni vraagt, hoe kun je goed screenen tussen alle profielen? Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. Nou Joni, ik denk dat dat met jou nog heel veel anderen zijn. Je mag natuurlijk wel ergens voor jezelf een beetje een, een, een selectie maken, een idee maken. Ik heb het niet over heel kritisch zijn. Ik heb het ook niet over een eisenlijstje maken met 20 punten. Maar jij mag voor jezelf natuurlijk wel zeggen. Hey, ik zoek iemand in de leeftijdscategorie van dan tot dan. Ik zoek iemand binnen de afstand van zoveel kilometer. Ik zoek iemand die kinderen heeft, geen kinderen heeft bepaalde hobby's heeft, bepaalde ambities heeft. Dat zijn natuurlijk dingen waar je wel een beetje mee kan screenen. En wat je jezelf waarschijnlijk ook wel een beetje moet, moet gunnen... om het op die manier te doen. Want ik ben er volledig van overtuigd... dat een eerste indruk vaak heel misleidend kan zijn. Dus dat je het jezelf en de ander moet gunnen... om verder te kijken dan dat, dan die eerste indruk. Uh, sterker nog, de eerste indruk... Ja, die is voor heel veel mensen gewoon niet zo heel erg prettig. Ook door de spanning die er is. Ook door het ongemak. Ook door het niet goed jezelf kunnen profileren binnen je uh, online datingprofiel. Maar je mag voor jezelf wel zeggen: hé, hey, er zijn gewoon drie punten. Drie tot vijf punten niet meer. Um, waar op basis waarvan ik ga screenen. Want anders zie je inderdaad door de bomen het bos niet meer. En wat je natuurlijk kan doen is dat je een beetje die screening, tool, screening tools gebruikt... wanneer jij actief aan het zoeken bent. Maar op het moment dat iemand contact opneemt met jou... dat je niet geval even de moeite neemt om te kijken naar het profiel. Want wellicht zit daar wel iemand bij... Um, die jou onverwacht heel erg interesseert. Dus gun het jezelf daarin om een beetje te screenen... op basis van nou ja, drie tot vijf punten. Want dit is wel wat ik belangrijk vind. Maar geef ook de ruimte voor... Onverwachte uh, kansen op het moment dat iemand contact met jou opneemt. Dan gaan we met uh, de vragen beginnen die zijn binnengekomen, die uh, uh, nou ja, meer betrekking hebben op het onderwerp van vandaag, namelijk communicatie in je eerste date. Guido vraagt: Hoe kan ik makkelijk een gesprek aangaan zonder stil te vallen? Nou. Dat is natuurlijk iets wat we al, al hebben besproken. Ik hoop ook echt oprecht dat het voldoende is besproken. Dat het jullie voldoende tools geeft. Om die stiltes wat minder ongemakkelijk te laten zijn. Want nogmaals, die stiltes, daarop kan je anticiperen. Die gaan er komen. Dus laat je er niet door overvallen, maar weet dat ze komen. Benoem het als je even niet weet wat je moet antwoorden, um, vraag ernaar. Of er iets verkeerd is gezegd. Maar ga geen aannames doen over die stiltes die vallen. Doe niet de aanname dat je iets verkeerds hebt gevraagd. Doe niet de aanname dat je iets verkeerds hebt gezegd. En raak ook niet verstrikt in het gevoel dat de stilte ongemakkelijk is. Want dan wordt het gewoon heel lastig om eruit te komen. Um, die stiltes mogen er zijn. Die stiltes zijn misschien zelfs wel gewoon onderdeel van het eten. Dus maak je daar niet zo zorg om. Christophe vraagt. Ik zit soms met de vervelende vraag van wat na een date, ik heb dan meestal een gevoel van was het oké okay of niet? En mag ik ook over gevoel praten. Want ik geef tijdens de date wel soms complimentjes aan haar. Maar erna is het meestal dat ik blokkeer. Uh, wat zouden jullie me nou aanraden om te doen tijdens de date? Je moet doen wat goed voelt. Als jij iemand bent die complimentjes geeft omdat het gewoon is wat jij doet, dan is dat absoluut iets wat je mag doen. Maar doe het niet omdat het geforceerd is, omdat je denkt dat het moet. Want. Het moet helemaal niet. Tuurlijk is het hartstikke leuk om iets van een complimentje te geven aan de ander zodra, zolang het gemeend is. Maar vaak voelt de ander zich ook wel een beetje overweldigd op het moment dat het veel meer complimentjes zijn. En als je het hebt over, over gevoel praten, nou, ik denk dat dat juist een hele mooie, um, mooie, mooie manier is om de verbinding aan te gaan met de ander, om over gevoel te praten. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat. ...de ander het gewoon wat minder makkelijk vindt om over het gevoel te praten. Of om op jouw gevoel te reageren. Weet dat. Want dat hele stuk emotieregulatie... ...het, het, het omgaan met gevoel, het bespreken van gevoel... ...dat is iets wat echt wel een hele uh, lastige vaardigheid is. Dus daarbij kan het absoluut zo zijn... ...dat als jij de behoefte hebt om het over gevoel te hebben... ...dat jouw jou date daar gewoon wat minder vaardig in is en het gewoon een stuk lastiger vindt. Dus vraag dat dan op het moment dat je merkt van... hé, hey, er komt niet helemaal een reactie die ik had nou ja, verwacht. Daar gaan we weer met de verwachtingen. Vraag dan gewoon eventjes van... Goh, um, is, vind je het ongemakkelijk of vind je het lastig uh, als, ik, als ik het over mijn gevoel heb? Zorg er in ieder geval voor dat datgene wat je doet tijdens de date... Um, dat, je, dat je je daar gewoon op dat moment lekker bij voelt, dat jij je daarbij comfortabel bij voelt. En als dat zo is, um, dan kan je daar ook gewoon achter blijven staan. En dan hoef je je niet na afloop jezelf in twijfel te trekken of je eigen gedrag tijdens de date. En daarin is het gewoon heel belangrijk dat jij, uh, en dat, dat geldt voor iedereen, dat je bewust communiceert, bewust. Reageert in plaats van dat je doet wat er van je wordt verwacht. Want op het moment dat jij doet wat er van je wordt verwacht, of wat jij denkt wat er van je wordt verwacht, ja, dan is het veel lastiger om daarbij het gevoel te hebben dat je daarachter kan staan, dat het goed is geweest. Terwijl als jij gewoon bewust handelt, bewust reageert, bewust vragen stelt, dan, dan, dan is dat gewoon. Wat bij jou past en dan mag dat gewoon en dan is dat oké okay en hoef je dat niet in twijfel te trekken. Eddie vraagt ook een leuke vraag, stelt ook een leuke vraag. Mag je bij een eerste date over je verleden praten wanneer zij uitgepraat is? Nou, ik vind het een hele mooie toevoeging dat je erbij zet wanneer zij uitgepraat is. Um, mijn antwoord zou in eerste instantie absoluut zijn ja. Maar ik weet dat er mensen zijn die hier moeite mee hebben. Die, hier, die het lastig vinden dat, um, dat hun date praat over hun verleden. En dan is het natuurlijk wel een verschil tussen uh, alle, al, al, al je exen de revue te laten passeren. Of dat je gewoon over een stukje van je verleden praat. Want het verleden maakt ook wie jij bent. En ik denk dat dat op het moment dat het gaat over bijvoorbeeld vorige relaties, dat het relevant moet zijn. Waarom vertel je het? En zeker bij zo'n eerste date is dat misschien nog een beetje te snel, te fragiel, maar stel er is een hele directe aanleiding of ze, er wordt specifiek naar gevraagd. Waarom zou je daar dan niet op kunnen antwoorden? Je verleden maakt wie jij bent. En je verleden bepaalt misschien ook wel waarom jij tijdens een eerste date bent hoe je bent. Maar zorg daar ook weer voor, bij, tussen die balans tussen um, nou ja, wat vraag je aan de ander en hoeveel vertel je over jezelf. En pas er dan wel op dat je niet te veel gaat vertellen over jezelf zonder dat daarnaar gevraagd wordt. Dat je hè, en dan specifiek met. Bijvoorbeeld je, je, je verleden over relaties, over exen. Wees daar wel een beetje voorzichtig mee. Lianne vraagt: Hoe laat je blijken dat je een ander oprecht leuk vindt tijdens de date? Heel spannend, um, maar ik denk dat je het wel gewoon kan zeggen, en dan hoef je niet direct te zeggen: Ik ben verliefd op je. Ik wil een relatie met je. Want ik denk dat dat ook niet direct uitspraken zijn die je zou moeten willen doen. Maar wel van goh, ik vind het oprecht heel erg leuk met je. Eigenlijk precies zoals je vraagt, Lianne. Hè? Hoe laat je blijken dat je een ander oprecht leuk vindt tijdens de date? Gewoon te zeggen: goh, ik vind je oprecht heel erg leuk. Of ik heb het oprecht heel erg naar mijn zin. Dat zijn hele makkelijke manieren, ook al klinken ze waarschijnlijk op dat moment alsof je je hele ziel en zaligheid beloot legt. Het zijn wel hele makkelijke en hele duidelijke manieren om aan te geven dat je wel oprecht geïnteresseerd bent met de, in de ander. Dus vooral als we het dan toch over communicatie hebben: duidelijke communicatie. Maak het niet te subtiel, want daar hebben we ook nog wel eens een neiging toe, dat we het dan te spannend vinden om te zeggen uh, en, dan, en dan maken we er eigenlijk een beetje een, een afgezwakte versie van, He, dat je bijvoorbeeld zegt, nou ja, ik, ik heb het ook wel naar mijn zin gehad, maar ik heb het ook wel naar mijn zin gehad, klinkt natuurlijk heel anders dan wanneer je zegt, ik vind het oprecht heel erg leuk met je, He, van... Ik vind het oprecht heel erg leuk met je. Zou ik persoonlijk veel meer energie krijgen dan wanneer er wordt gezegd: Ik heb het ook wel naar mijn zin gehad. Terwijl misschien je hetzelfde bedoelt. Dus wees je daar bewust van. Hm. David vraagt: Maak je tegenwoordig echt eerder kans als je blonde lokken met een halve pot gel en een wasbordje hebt? Ik ben al minstens zeven jaar single. Niemand op welke site dan ook reageert. En de dates die ik heb gehad knapte altijd af. Wat kan hier nou de reden van zijn? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om op basis hiervan uh, antwoord te geven over wat de reden is. Ik denk alleen wel dat je je niet moet vergissen dat er heel veel mensen zijn die op zoek zijn naar iemand anders dan. De persoon die jij omschrijft. Er zijn heel veel mensen die absoluut niet geïnteresseerd zijn in iemand met blonde lokken, met een heleboel gel en een uh, strak wasbordje. Want vaak betekent dat dan ook dat dat ook een bepaalde druk legt over hoe ze er zelf uit zouden moeten zien. En bovendien vinden heel veel mensen dat niet het beeld of het idee van wat aantrekkelijk is. Daarin moet je niet vergissen dat. De chemie tussen mensen, de aantrekkingskracht tussen mensen, dat dat niet alleen maar gaat over uiterlijke kenmerken. Dat gaat echt over hele andere dingen. En het feit dat je al zeven jaar single bent en, en um, dat het reageren niet zo lekker loopt of dat de dates niet helemaal lekker lopen. Nou ja, het kan zijn dat je, dat je profiel misschien daar eventjes wat, wat, wat iets, iets nieuws kan gebruiken, een beetje nieuwe energie. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat degene met wie het wel matcht, dat jij die nog niet gevonden hebt. En we gaan bijna afronden. En we gaan dan nog één vraag beantwoorden. De laatste vraag. Uh, Aris vraagt, als er al iemand reageert op mijn openingsapp. Dan heb ik daarna vaak wel met die dame een leuke chat of app sessie. Maar krijg ik vaak, dus eigenlijk bijna altijd, te horen na een eerste date dat klik er niet is. En dit kan in verschillende vormen zijn als klik, gevoel, aantrekkingskracht en al dat soort vormen. Hoe kan ik dit voorkomen? Um, ja, het is lastig om dit te voorkomen. Het is oprecht heel lastig om te voorkomen. Wat je in ieder geval kan zorgen is dat je na die eerste date... Of in ieder geval tijdens de eerste date, zorgt dat je aan de slag gaat met al die dingen die we vandaag hebben besproken. Dus zorg dat je bij jezelf blijft. Zorg dat je niet te gespannen bent. Onderneem iets waar jij comfortabel bij bent en dat je niet continu tegenover de ander gaat zitten, terwijl je niet zoveel met elkaar te delen hebt. He, op het moment dat je een activiteit gaat ondernemen die jij heel erg leuk vindt, nou, dan, dan, dan zal jij lekker in je vel zitten. En degene die daarin voor jou bestemd is, en dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo werkt het toch wel een beetje met de liefde, um, die zal jou dan zien en die zal daarvoor vallen. En al die anderen met wie jij dan tot nu toe op date bent geweest, ja, het is heel vervelend dat daar de klik niet mee is geweest. Maar je kan zo'n klik niet forceren. En dan hebben we het over een klik, maar het is een, een, een aantrekkingskracht. Het is een, een match. Het is een soort van verbinding die mensen aangaan. En die verbinding kan je niet met iedereen aangaan. Die wil je ook niet met iedereen aangaan. En op het moment dat je op zoek bent naar de liefde, dat je op zoek bent naar een partner, moet je er dus voor waken dat je niet te graag wil. En. Je schrijft, Aris, dat er vanuit de, de, de ander elke keer werd aangegeven dat de klikker niet was, op wat voor manier dan ook. Maar wat je jezelf moet afvragen oprecht is, was die voor jou er wel? Was die bij, voor jou er wel bij alle dates die jij hebt gehad? Want soms willen we te graag. En als er dan een kans is, een kans op de liefde, dan voelen we de teleurstelling als dat het niet Blijkt te zijn. En op het moment dat de ander zich daar dan over uitspreekt, dan kunnen we, kunnen we ook onzeker worden. Kunnen we denken dat het aan ons ligt, dat er ergens iets misgaat. Maar vraag jezelf, voordat je daarin verstrikt raakt, eerst eens af um, dat je, uh, de, of, of jij wel wilde, of jij wel voelde van hé, hey, hier zit meer in. Wij uh, gaan hem afronden. Nogmaals, uh, de replay van het vorige event is tot zondag 5 december te zien op de website van Lexa. De replay van dit event zal ook beschikbaar worden. Dus als je daarin nog woorden wil terugkijken, kan dat. Als je denkt, hé, hey, er zijn meer mensen die hiervan moeten horen. Laat ze dat alsjeblieft weten. Dank jullie wel voor het kijken, het luisteren en het stellen van vragen, want uiteindelijk is vooral het stellen van vragen zo ontzettend leerzaam, uh, ook voor mij om te weten wat er bij jullie speelt. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat de vragen die jullie stellen, dat die heel veel met elkaar uh, gemeen hebben en dat er dus heel veel mensen zijn die vanavond kijken maar ook die vanavond niet aan het kijken zijn die met deze vragen rondlopen met deze onzekerheden rondlopen met deze ja met deze spanningen rondlopen dus weet dat je daarin niet de enige bent Um, het kan ook zijn dat jouw vraag dus niet beantwoord is vandaag. Alvast excuses daarvoor. Ik hoop dan wel dat je er wat aan hebt gehad, ook aan de antwoorden die op de andere vragen zijn gekomen. Um, maar wellicht dat we deze dus bij een volgend event kunnen gaan bespreken. Of dat ze bij het vorige event zijn besproken. Ik hoop dat jullie er in ieder geval iets aan hebben gehad. En dat jullie allemaal het geluk hebben in de liefde mogen vinden via Alexa. Dank jullie wel en een hele fijne avond.